Na de installatie van korpschef Brian Isaak zijn er gewapende berovingen geweest in verschillende delen van het land. De operatie Zero Tolerance is verscherpt om de criminaliteit aan te pakken. De politie zal 24 uur per dag actief zijn in opsporingen om verdachten te arresteren. De samenleving wordt opgeroepen om alert te blijven en verdachte handelingen direct te melden aan de politie. Tijdens een persconferentie op 3 april is de bevolking ingelicht over de besprekingen tijdens de regeringsraadvergadering. Minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdien en Patricia Meulenhof presenteerden het wetsvoorstel in zaken grondrechten. Suriname is herhaaldelijk veroordeeld voor het aanpakken van deze kwesties, vooral met betrekking tot tribale volkeren. De regering is begonnen met de voorbereiding van een wet en heeft een kleine commissie opgericht om wijzigingen voor te bereiden. Het doel is om voor het einde van het regeringstermijn de tribale grondrechten te erkennen. De Stichting voor COVID-slachtoffers heeft een monument opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers van het COVID-19-virus nabij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het monument, ontworpen door Rahid Abdul, is onthuld op 3 april 2024 en symboliseert de verbondenheid van Suriname en eert de frontline werkers. De kunstenaar die ook door COVID-19 is getroffen, voelt zich vereerd om aan het monument te hebben gewerkt. De stichting plant ook soortgelijke monumenten in buurlanden.